De verbindingsweg tussen Schinnen en Put ligt op de schop en ondernemers zien daardoor hun omzet drastisch kelderen. Beeldend kunstenaar Harry Peerboom greep de situatie aan om er een poster van te maken. Hij heeft er 60 exemplaren van laten drukken. Daarna moet het een olievlek zijn als mensen het mooi vinden. Ja, vermenigvuldig het, gebruik het en hang het op. Ja, ik hoop dat de gemeente zich het dusdanig aantrekt. Dit is een soort tik op de vingers voor het feit dat we heel moeilijk geïnformeerd worden. Of eigenlijk niet dat er nauwelijks gecommuniceerd wordt met ondernemers en burgers om te kijken wat er aan de hand is. Hoi Frans. Hoi, hoi. Ik kom die in de poster geven. En die mening wordt gedeeld door ondernemer Frans Diederen, die blij is met het initiatief van Peerboom. Ja, super. Het is eigenlijk een hele leuke poster. Het speelt erbij. Toch een boodschap naar de gemeente toe van dit gaat gebeuren als het zo doorgaat. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Je maakt gewoon zeker het 's morgens en tegen de avond de spitsuren, zal ik maar zeggen, dat er bijna nagenoeg geen verkeer komt. En wij moeten het hier toch wel hebben van passanten. We hebben bakkerij, we hebben cadeauartikelen, strikproducten. En de mensen komen dan toch even nog of voor een cadeautje of nog voor een brood naar binnen of wat dan ook. En het is gewoon heel rustig. Diederen nam pas eind december kennis van de werkzaamheden die 10 januari zijn gestart. Hij heeft het volgende advies voor de gemeente. Nou, zeker communiceren. Communiceren met ons van zeker de bedrijven wat daar aan liggen, wat daarmee te maken hebben. Ik snap dat ze niet ieder bedrijf wat in de gemeente Schinnen ligt kunnen bereiken daarmee. Maar zeker zoals wij, die paar winkels wat er zijn, van hou die op de hoogte, ga vertellen wat er gaat gebeuren. Wat zijn de oplossingen, wat kunnen we er samen aan doen? Maar dat gebeurt dus gewoon helemaal niet. We vroegen de gemeente om een reactie. Bij de ontwikkeling van de plannen zijn aanwonenden met regelmaat betrokken, onder andere via inwonersavonden en brieven. De laatste bijeenkomst heeft in juni 2021 plaatsgevonden. De laatste brief aan aanwonenden over de start van de werkzaamheden is op 16 december 2021 verspreid door de aannemer. Daarna komt de kerkweg Annex Geleenstraat nog eens aan de beurt. En ja, dat gaat gewoon allemaal veel te lang duren. Ja, want die omzet kunt u eigenlijk niet missen? Nee, tuurlijk niet. Ik denk niemand. Ik denk, dat kan een co-op, een bakkerij extra, noem maar op. Je kunt dat allemaal niet missen.